Goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag maandag. Het is, even zien, 18 februari. En het is 9:41. En waarom ik er al zo vroeg uit ben? Nou, ten eerste komt ook mijn begeleider Jack weer. Die komt normaal gesproken rond een uur of elf, maar hij komt nou eerder, want ik moet om 11:20... bij de assistenten van de huisarts wezen vanwege mijn oren. Want ik wist wel allemaal eindig ervan, je wilt niet weten. Echt, ja, en ik ben opgemaakt. Ja, goed hè. En mijn haar weer netjes, goed hè. Netjes gekleed, ja, ik weet het. Ik heb nou een broodje voor me staan. En een bakje koffie. Zoals jullie wel zien. Maar ik wens jullie ook een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En vanmiddag komt ook Astrid. En als je nog vraagt, heb je zin in alles? Nou nee, ik had liever op mijn bed gelegen. Maar ja, dit heb ik zelf gevraagd. Ik heb vanochtend gelijk gebeld. En ja, de dokter doet er niks aan. Ik ben dat gewend van wel, hè. Vroeger, als je oorontsteking had, dan kreeg je druppeltjes ervoor, maar... Je krijgt daar neusspray. Je hebt last van je oren, je krijgt neusspray. Maar ja, het staat met elkaar in verbinding. Dus ja, maar ik ben dat niet gewend. Ik kreeg dan gewoon echt oordruppels. Want dat zijn je oren en niet je neus. En als je door je neus moet doen, ja, hoe lang duurt dat voordat het bij je oren is? Maar oké, we zullen het beleven. Het is voor het eerst dat ik dan neusspray zal krijgen. Dat heb ik nog nooit eerder gehad. Nee. Maar oké, we zullen het beleven. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En het is prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt. Hemel is blauw. Ja, blauw, blauw, ja. Blauw-wit, weet ik veel. Het is een vreemde kleur. Het is niet echt blauw. Het is heel vreemd. Maar wel een mooie kleur. En in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet daar allemaal van. En de leuke dingen. En... wees lief voor elkaar en ik zie jullie later vandaag wel. Doei doei! Ja, lieve vrienden, ik ben alweer heel geruime tijd thuis. Ik heb alweer een vlog naar YouTube gebracht. Er wordt er nou eentje gerenderd. Dus dat wordt, ben aan het renderen. Maar, mijn oren, ik heb geen oorontsteking, nee. Mijn oren, daar zaten proppen in, dus het is uitgespoten, dus ik kan weer luisteren. Scheel weer. Deed wel even zeer hoor, daar niet van. Maar in ieder geval, volgens mij wordt er boven de zee, boven onze zee, hier aan de kust, wordt er met helikopters geoefend. Ik weet het niet zeker, maar er hangt er al een hele tijd in de lucht eentje stil. Wel een klein rondje draaien, hè, maar voor de rest hangt die stil. En daarnet zag ik nog een helikopter die kant op gaan. En ja, ook af en toe stil hangen. Ik wil even gaan kijken en ik neem deze camera mee. Niet de koperen, maar gewoon deze. Kan ik filmen? Is er wat te zien? Dan film ik uiteraard. En dan hebben we weer een leuke vlog voor vandaag. Ja toch? Dus ja, ik neem de handcamera mee. En we zien wel. We gaan met die banaan. Tot later, als we weer thuis zijn. Nou, helaas, lieve vrienden, waren we te laat. Ja, ze gingen net weg. Nou ja, daar kan ik er ook niks aan doen. Dus ja, ik heb ook niet kunnen filmen. Nou, het geëikte plaatje om dat te gaan filmen. Dat hoeft ook niet steeds. Wat is de schat? Oh ja? Oh, is het zo? Je hebt er zin in wat, hè? Ja, je hebt er zin in wat in meisje. Ja, nee, ik krijg het zo. Ja, ik zal haar even weer het eten geven. Frodo heeft nog steeds eten staan van vanochtend vroeg. Nou ja, moet hij weten als hij laat dan laat iets staan. Heeft hij niet zoveel zin, denk ik. En die vlog is nog steeds van de renderen, dus dat duurt nog wel even voordat die klaar is. Maar ik zal proberen eens uit te vogelen op internet. Wanneer ze oefenen boven zee. Ja,
dan komen we er eens een keer heen om te kijken hoe dat is. Lijkt me wel leuk, lijkt me wel gaaf, ja. Maar oké, geniet nog verder van jullie dag. Ga ik ook proberen. Ik ben trouwens moe, maar ja, daar probeer ik overheen te komen. Ik ga een bakje koffie maken, ik zal het meisje... Oh ja, ik wil jullie nog wat laten zien, is ook zo. Ik moet de telefoon aan de kant hebben. Ik ga jullie even wat laten zien. Ik heb een doosje. Daar staat dit volgende op. Ik denk dat het wel te lezen is. Een wens. Wish a wens. Mooi. Daar zit een, in het deksel zit een briefje. Ik hoop dat jullie dat kunnen lezen. Ik zal het ook nog voorlezen. Daar staat op Hoolied. Hoolied, dat is een steen. Ja, ik zal het straks ook laten zien. Hoolied werkt kalmerend en versterkt positieve eigenschappen. De steen helpt de drager woede en boosheid onder controle te krijgen en om minder kritisch te zijn. Het bewondert ambitie, maar ook geduld. Nee, niet bewonderd. Het bevordert ambitie, maar ook geduld. Versterkt het geheugen en maakt leergierig. De steen heeft positieve werking op slaapproblemen. Nou, ik hoop dat me dat zal helpen, vanwege het slapen. Dan zal ik het jullie laten zien. Dit is de andere kant van het doosje. Daar zat hij in. Ik zal hem daar weer even terug in doen. Lijkt me wel zo leuk. En dan hoop ik niet dat hij eruit knalt. Leuk hè? Maar er zit een heel leuk dingetje aan. En dan is mijn vraag, weten jullie... ik weet niet of dat te zien is. Even zo, misschien dat het dan zo wil. Zien jullie dat? Ik weet niet of dat beter te zien is op mijn vest. Ik denk het niet. Nou, het is een soort met 8. Ja, zo kunnen jullie het wel zien. En ja, het heeft geen begin en het heeft geen einde, hè? En dat is juist zo mooi. Het blijft maar rondgaan. Dus ja, heel mooi. Nou, en dit is dus een hoolietsteen. Dus ja, ben benieuwd of het werk gaat. Een hoolietsteen. Ja, meisje. Hé, zo. En het was niet warm. Althans, hier aan de kust is het koud. Ik heb steenkoude handen, doet gewoon zeer. Maar ja, komt ook wel weer goed. En ja, ik ga lekker een bakje koffie maken. Ik zou zeggen tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden. Daar zijn we weer eventjes. Frodo die was buiten en die wou er weer in. Het is nog steeds maandag. Ja. We leven om 7 minuten over 7. En zoals jullie misschien al licht kunnen zien... ben ik een filmpje, een vlog, naar YouTube aan het brengen. Kijken waar ik hier rij, want er zit er hier nog eentje heerlijk te smullen. Lieve. Ja, en mijn internet, dat is niet goed hier. Komt omdat ik op wifi helaas moet zitten, omdat die computer dus kapot gaat, hè? Ja, die computer is beter kapot te gaan. Dat ik hoop dat hij het volhoudt tot en met het vakantiegeld. Dan kan ik tenminste een goede kopen. Ja. Anders zit je ook weer met half gebakken toestanden. Nou, dat hoeft van mij ook. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga zo meteen ook voor mezelf zorgen. Ik wacht even Eeuwin af. En daarna ga ik aan de vis. Ja, lekker. Wat voor vis. Ja, ik zal het even laten zien. Leg lekker op de kachel. Ha! Een heleboel die dat niet lusten, maar ik wel. Ja.
Makreel. Ja, gerookte makreel. Nou, dat lus ik wel. Dat gaat er ook in. Lekker op de warme kachel. En het zal mijn best smaken. Broodje erbij even. Bakje koffie, wijntje. Lekker. En ik zal de kachel even wat hoger zetten. Want ik heb het koud. Ik krijg het niet warm. Maar ja, maakt niet uit. Ik zet hem zo hoger. Ja hoor. Kan geen kwaad. Moet eens een keertje kunnen. Maar oké, ik zou zeggen geniet van jullie avond. En ik zou zeggen tot later. Doei, doei, doei.